Welkom bij het webinar van Weel Durft. Ik vind het een grote eer dat we wat uit mogen leggen over ons project in Weel en Nieuw-Weel. Dat is een dorp van 7000 inwoners. Jullie kennen het waarschijnlijk wel. En daar is van alles opgetuigd en opgezet door verschillende verenigingen en stichtingen. Dat zijn er 26 in totaal en volgens mij zijn er nog meer. Maar binnen Weel Durft proberen we juist het experiment in leven te houden. Nou, dat doe ik natuurlijk niet alleen. We zijn met een hele grote groep mensen. En ik heb Carolien Sanders gevraagd en Jan Lodder om wat te komen vertellen over Weel Durft. Nou, zoals Ingeborg net al zei, in Weel daar gebeurt heel veel. Er is heel veel verenigingsleven en echt allemaal positieve energie die er is. In de Wedenaren, er zit gewoon het DNA van voor elkaar zorgen en het leefbaar maken. Alleen wij hadden een keer zoiets van, wat zouden wij eigenlijk nog extra kunnen doen? Hè? Wat, stel dat al die verenigingen en stichtingen nou echt samen zouden werken. Hè? Dus dat ze niet ieder voor zich geldt, maar dat ze samen zouden we dan, waar zouden we dan uitkomen? En zo is eigenlijk Weel Durft ontstaan. Hè? Dus we zeiden, we zijn zo nieuwsgierig wie daar allemaal achter die vereniging stichtingen zit. En wat zouden wij extra kunnen doen? Of wat zouden we, daar waren we heel nieuwsgierig naar. Hè? Bij 200 jaar dat Weel bij Nederland hoorde, hebben we ontzettend veel mensen ontmoet die heel veel deden voor het dorp. En toen zeiden we van, hey, als die mensen eens bij elkaar komen en we stellen ze één vraag. Wat zou je willen voor het dorp? Unaniem kwam er één opmerking uit met allerlei verschillende ideeën. Dat was een duurzaam dorp. Dus we zeiden, stel, je bent een vereniging of stichting, bijvoorbeeld hier. Kies voor minder, een van de belangrijke stappen die we nodig hebben te maken met elkaar in de wereld. Stel je bent daarvan, of je bent van het samenwerken en verbinden. Dus een vereniging of de afvalbrigade bijvoorbeeld willen samen zich sterk maken voor minder afval in Weel. Die groep hebben we gevraagd en die zeiden met elkaar, we willen werken aan een duurzaam dorp. En hoe gaan we dat dan doen? En toen hebben we daar met elkaar een ambitie gemaakt. Een ambitie van 9 sociale doelen voor sociale betrokkenheid. En daar kan elke stichting en vereniging gewoon doen wat ze altijd doen. Maar juist in een ambitieniveau waarvan je zegt, we doen dit voor het hele dorp. Voor nu leuk om te wonen, maar ook voor later. En dat kan je natuurlijk niet doen zonder een dorpsraad. Toen kwamen we met de dorpsraad in gesprek en die waren heel erg enthousiast. En die zeiden van ja, nou hartstikke leuk. En zo kwamen al die doelen ook bij elkaar. En hoe gaan we dat dan optuigen? En willen jullie ons daarbij helpen? Nou, hartstikke leuk. En toen zijn we eigenlijk ook het dorp ingegaan. En we werden overal uitgenodigd als er iets te doen was. Van goh, komen jullie dan ook even? En toen hoorden we bijvoorbeeld ook dat mensen zeiden, ja, er gebeurt heel veel in het dorp, maar hoe weet ik dat nou? Hè? Nou, de ene zegt, staat daar online, de ander zegt, staat daar in de krant, of dan moet je op Goedemorgen Doetinchem kijken. En toen zeiden we, ja, dat moet op de een of andere manier zichtbaar worden gemaakt. Hè? En we willen gewoon dat die Wedenaren trots zijn op hun dorp. Nou, en toen kwamen we op het idee voor een magazine. Hè? Laten we een magazine maken waar al die doelen uitgelegd worden en goed in beeld worden gebracht. En we gaan het dorp in en halen die verhalen op. Nou, Ingeborg is natuurlijk sociaal psycholoog, dus in de ik zeg maar vanuit de media kant. En nou, zo zijn we eigenlijk verder gegaan. Het was spannend om voor ons ook die stap te zetten. Ik als sociaal psycholoog hou heel erg van de processen. Wat doen we voor elkaar en hoe kunnen we dat nog beter en gaver doen? En Carolien die is van de media-uitgaves en die weet het dus heel goed in resultaten vast te pakken. Vandaar dat we op een magazine zijn uitgekomen. We hebben met 60 mensen uit het dorp dit magazine gemaakt. Ze wisten eigenlijk niet dat we hun verhalen op gingen halen en dat samen zouden bundelen. Dus we hebben een eindfeest gegeven, een presentatie waarbij ook de wethouder Ingrid Lambrechts aanwezig was. En toen hebben we aan die 60 mensen laten zien wat ze met elkaar gemaakt hadden. En dat was eigenlijk weer hetzelfde principe als wat we bij Weel Durft hadden toegepast. Je hebt 16 stoeptegels bij wijze van spreken, maar waar gaat die weg dan naartoe? En elke keer proberen we mensen bij elkaar te brengen en te laten zien als jullie bij elkaar zijn, dan is dit de weg die je loopt. En ook de generaties met elkaar. Hè? We hebben 2 fotografen, dus een oudere fotograaf, iemand van in de 70 en een jonge knul van 14 of 13. En die gingen samen die foto's ophalen. Dus al die foto's die in het magazine staan, zijn ook uit het dorp. En het is ook leuk om dan te zien hoe dan de jongere generatie en de ouderen, hoe die dan naar het dorp kijken. We willen Jan er graag even bij vragen. Jan is een hele actieve inwoner van Weel en Nieuw-Weel en is ook lid van de dorpsraad. Maar jullie kennen hem waarschijnlijk ook wel omdat hij heel veel verbindingen legt in het Doetinchemse. Maar ik vind het ook wel even belangrijk om te melden dat Jan altijd
een heel enthousiast persoon. Je bent geen Wedenaar, maar hij staat echt voor het DNA van de Wedenaar. Hij is altijd te porren. Als ik iets voor het dorp kan doen, moet je bij mij zijn. En Jan Lodder heeft één doel en dat is doe duurzaam. Jan, kom erbij. Ja, goedemiddag Ingeborg. Hoi. Hallo. Fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Ik hoor dat ik het verhaal verder mag oppakken met jou. Ja, heel graag. Hoe ver ben je? Nou, we hebben net uitgelegd wat Wel Durft inhoudt, hoe het is ontstaan. En ook welke belangrijke rol de dorpsraad daarin heeft. En ik denk dat het goed is om te zeggen wat jullie allemaal hebben gedaan. Want jullie hebben Doe Duurzaam, oftewel duurzaamheid, opgenomen in jullie statuten, hè? Als dorpsraad. Nou, wij bij de dorpsraad werken wij met een dorpsplan. Alleen daar stonden de energie niet in, de duurzaamheid. En die hebben we eigenlijk zelf ingevoegd en daar willen we mee beginnen. En dat is eigenlijk mijn portefeuille. Alleen ik heb jammer dat ik zoek wat meer mensen die mij daarin komen helpen. Ja. Maar ik vind gewoon dat, ja, ik ben een voorstander van een duurzame economie. En daar zetten we ons voor in. Ja. We hebben als Wel Durft ook met elkaar gezegd dat duurzaamheid heel breed is. Je hebt duurzaamheid in energie, zoals Jan ook uitlegt. Maar je hebt ook duurzaamheid in dat dingen voor nu goed moeten zijn, maar ook voor later. En de energietransitie is daar natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van. Maar ook de circulaire economie. We zijn er met elkaar achtergekomen dat misschien wel circulair denken een van de eerste stappen is die je nodig hebt om die stappen te kunnen zetten. Zo hebben we ook een energieparty opgezet. Het idee is, net als bij een Tupperware party, dat je bij de mensen thuis aan tafel komt en iets uitlegt over wat energie betekent. Een energiespel doet om te weten waar moet je eigenlijk allemaal aan denken. En we hebben gekeken naar de uitkomsten van zo'n energieparty, hoe we die weg kunnen zetten samen met de experts die we al in onze gemeente hebben. Jan, zou je daar iets over kunnen vertellen? Jazeker, we zijn te gast geweest in Doetinchem voor de energiepaardje. Samen met de energiecoach Hamer ter Haar en Van Heijn Mending van de dorpsraad hebben we dus uitgelegd wat je aan energie kunt doen, wat je aan besparing kunt doen en met elkaar de mogelijkheden bekijken. En dat was een hele gezellige, nuttige avond, denk ik. Het was eigenlijk een proef. Nu hebben we voor de corona tijdelijk dat even stilgelegd, maar we willen dat straks toch wel op een of andere vorm weer oppakken. Ik weet toevallig dat die buurt zo fanatiek is geworden, die straat waar Jan is geweest, dat zij nu bezig zijn om te kijken of ze warmtemetingen kunnen doen. Om hun huis goed te checken op waar er misschien nog eventueel lekkages zitten. En isoleren is een belangrijke, maar ook ventileren. En dat zijn dingen die op zo'n party onderling tussen buren besproken kunnen worden. We merken, en dat zei Jan net ook al, dat daar wel hulp bij nodig is, omdat je het niet alleen kan. Tijdens de avond hebben wij een gebruik gemaakt van een spel wat gemaakt is door de Hogeschool van Groningen. En daarbij ga je met elkaar kijken wat is er voor energie nodig, wat kunnen we bezuinigen en als we energie nodig hebben, wat doet dat voor de mensen en voor de centjes. En aan de hand daarvan, het halfweken spel, meestal valt alles stil en dan val je volop in discussie waar heel veel nuttige informatie uitkomt. Misschien leuk om aan te vullen op dat spel is dat er eigenlijk ook erg naar voren komt dat wet en regelgeving heel lastig is. En we merken dat een collectief als Wel Durft daar best wel grote stappen in kan zetten. Zo zijn er ook nieuwe samenwerkingen ontstaan. Onder andere met de dorpsraad, maar ook de dorpsraad en de gemeente kunnen ontzettend goed met elkaar overweg over dit soort vraagstukken. Er zijn natuurlijk niet alle antwoorden in één keer te vinden, maar samen het experiment aangaan en even te proberen, dat helpt al ontzettend om tot nieuwe oplossingen en nieuwe ideeën te komen. Zou je nou zelf ook een idee hebben of een verhaal hebben voor Wel Durft, dan horen we dat heel graag van je. Want dat magazine wat we net lieten zien is veranderd in samenwerking met Buurtplein tot een wijkflyer. Die wijkflyer komt in 3200 huishoudens terug en bij die huishoudens komen dus de verhalen te liggen van en door Wedenaren. Op het moment dat u een verhaal heeft waarvan u zegt, hé, dat gaat over de toekomst en dat gaat over een positieve verandering op een van onze 9 doelen, of u heeft misschien zelf wel een nieuw doel voor ons, dan bent u hartstikke welkom om dat even naar ons toe te mailen. Webinars doen we nog niet zo vaak, maar dat is ook wel leuk om een keer uit te proberen. Toch, Jan? Ja hoor, heel erg leuk. Even een vraagje, die bestelde windmolens, wanneer komen die? Ik heb gehoord dat jij enkele windmolens besteld had voor Doetinchem. Ja, dan durf ik wel. Je kunt gewoon bellen en 6 windmolens bestellen. Maar waar we ze dan neer moeten zetten, dat zullen we met z'n allen uit moeten zoeken. Maar dat durven wij wel. Dankjewel voor het kijken. En als je ons wilt mailen, dan kan dat op wijkflyer@weeldurft.nl. En dan kunnen we er ook voor zorgen dat je mail of bij de juiste stichting of vereniging terechtkomt, of dat je verhaal in de wijkflyer geplaatst kan worden. Nu we een tijdje bezig zijn met Wel Durft, kan ik als sociaal psycholoog misschien ook wel makkelijk uitleggen hoe het nu werkt. Want we zijn eerst bij elkaar gekomen en je zou kunnen zeggen,
Jan, je hebt ook een glas water, hè? Je zou kunnen zeggen dat iedereen net zo... Ja, we willen eigenlijk net zoveel water in het glas hebben, maar dat is niet zo. Elke vereniging heeft een verschillende inhoud. Daar zijn we van afgebleven bij Wild Durft. En we hebben eigenlijk met elkaar gezegd, laat dat nou zijn wat je te bieden hebt voor het dorp. Maar op het moment dat we dat glas water vast moeten gaan houden, dan wordt het pas stressvol en ingewikkeld. En dan gaat het niet over hoe vol het is of hoe leeg het is, of hoe we dat met elkaar bekijken. Maar dan gaat het over van hoe kun je zoiets dragen? Hoe kun je met een heel dorp dat duurzaamheidsvraagstuk dragen? En dan ontstaat er misschien wat stress. Want Jan, als ik nu tegen jou zeg dat jij misschien wel 3 uur dat glas in de lucht moet houden. Wat denk je dan? Zou ik meest leeg drinken? Het is niet zo zwaar. Ja, hè? En dan? Wat zou je daarna doen als je het op hebt? Daar ben ik uitgewerkt. Dan heb ik een probleem. Ja. En zou je ook hulp vragen? Ja, maar daar hebben we al die mensen van Wild Durft van. Dus samen gaan we dat gewoon doen. En we weten wat we hier dan aan de jas moeten trekken. Klopt. Want heel vaak vragen we pas na die 3 uur hulp. En wij hebben bedacht, laten we nou eerst elkaar eens helpen. En dan zien we wel hoe lang we iets moeten dragen. Wat natuurlijk ook leuk is dat iedereen zijn bijdrage heeft. Het maakt niet uit hoe groot je bijdrage is. Maar het totaal is eigenlijk veel durft. Ja. Misschien gaan we wel naar een grote waterkant toe met z'n allen. Maar zover zijn we nog niet.